Nou, de belangrijkste twijfel die ik eigenlijk had, was de financiële twijfel. Het was voor mij echt al heel erg lang geleden dat ik in mezelf had geïnvesteerd met geld, zeg maar. Dus het was voor mij echt een hobbel. Dat ik dacht, ja, ben ik dat wel waard? En dan stel je voor dat ik het niet terugverdien. En hoe moet dat dan allemaal? En toen heb ik daar met mensen gesprekken over gevoerd en ook met Danielle. En die vertelde, ja, weet je, als je hart hebt voor VA, en ik was toen op een gegeven moment ook al aan het werk als VA, dan verdien je dat echt snel genoeg terug. Maar het zat er met name in het investeren in mezelf. Dat was ik zo niet gewend. Ik had wel vaker opleidingen gedaan, maar dan werd het betaald door de baas. En dat is toch echt anders dan dat je hem uit eigen zak betaalt. Dus dat is denk ik wel het belangrijkste. Dus eigenlijk gewoon het ontzenen, wordt gezegd, nou, ik ga dat, ook al is het een bedrag, maar ik geloof in mezelf en ik ga in mezelf investeren omdat ik het waard ben. En ik ga dit doen. Ja, dat was eigenlijk voor mij wel de belangrijkste reden. Nou ja, de grootste verandering in die zin dat ik nu een bedrijf heb staan. En dat had ik toen ik met de opleiding begon, had ik dat eigenlijk niet. Ik was wel aan het werk als VA en ik deed mijn ding. Ik stuurde mijn facturen, maar er was eigenlijk geen fundament. Dus ik had niet echt een goed boekhoudprogramma nog. Ik werkte nog niet echt met tools. En dat heb ik allemaal door de opleiding aangereikt gekregen. Heeft me echt geholpen, ja, want ik heb nu een bedrijf staan en daarvoor eigenlijk niet. Dus het is, en wat ik ook zo fijn vind is dat het een soort naslagwerk is, hè? Dus op het moment dat je de opleiding hebt afgerond, dan kun je daarna ook nog zeggen, nou, ik ga nog even terug naar module 6, want hoe zat dat ook alweer? Dus het is niet dat na de opleiding dat allemaal weg is en zoek het maar zelf uit. Je kunt altijd terug ook weer naar geüpdate versie. Dat vond ik ook gewoon een belangrijke reden. Nou, waar het hem vooral in zit, is dat ik me heel erg kon spiegelen aan Danielle, hoe zij dat zij doorleeft, zeg maar, met haar bedrijf is begonnen. En dat ze zegt, ik heb gedurende mijn VA-reis ook zoveel geleerd en zoveel dingen gedaan waarvan ik achteraf denk, dom, had ik niet moeten doen. Dus, en vooral die leercurve die zij heeft doorgemaakt, dat maakt Danielle aantrekkelijk om die opleiding te gaan doen, omdat ze zo menselijk is. Dus het is gewoon heel fijn om dan met iemand op te trekken die ook, nou, gaandeweg een reis heeft gemaakt. Je moet wel wat lef hebben en je moet wel van avontuur houden, maar ook wel van contact met mensen. Want mijn business is heel erg gebouwd op de relatie. Dus vanuit de contacten en vanuit de relatie die ik heb, zijn nu mijn klussen ontstaan. Dus als je dat niet wilt, als je eigenlijk heel, nou, het allemaal maar op je af wilt laten komen en heel easy going op de bank, ja, dan is dit niks voor jou. Maar dat is wel iets wat je volgens mij mee moet nemen. Dus het is in die zin niet voor iedere ondernemer, maar wel voor iemand die, nou, die van avontuur houdt en die van groei houdt. Want nou, daar gaan we met z'n allen naartoe volgens mij.